Er zijn voldoende mogelijkheden om een digitaal fotoalbum te maken. Dat kan ook online, bijvoorbeeld met MyAlbum. In een eerste how-to hierover hebben we de basismogelijkheden gezien. Maar je kunt op een slimme manier relevante informatie toevoegen, zoals het weer op de betreffende dag. Hoe dat werkt en nog een aantal opties zie je in deze laatste how-to over MyAlbum. Ik ben ingelogd op mijn account bij MyAlbum. Je opent het album door erop te klikken. Via de knop Bewerk kun je je album wijzigen. Als je hier klikt kun je een andere template kiezen. En zo kun je foto's en of video's toevoegen. Als je op een foto klikt kun je een aantal bewerkingen op de betreffende foto uitvoeren. Je kunt een filter toepassen. En via uitsnijden en roteren bijvoorbeeld de verhouding aanpassen. Tekst voeg je toe via deze knop. Klik daarna op een plaats in het album. Zo kun je ook aangeven waar je informatie over het weer wilt plaatsen. Als je bovenaan klikt, kun je de plaats aangeven waarover je de weergegevens wilt invoegen. En daaronder eventueel dag en tijd aanpassen. Maar meestal is deze al goed, omdat de exif gegevens van de foto worden gebruikt, waarin onder andere het tijdstip waarop de foto is gemaakt is vastgelegd. Daaronder kun je een stijl kiezen. En onderaan een kleur. En een vorm. Je kunt ook een kaart toevoegen. Zo geef je de juiste plaats aan. En je kunt weer een stijl kiezen. En onderaan de overige opmaak bepalen. Zo voeg je toeristeninformatie toe. Bovenaan geef je weer eventueel de juiste plaats aan. En daaronder kun je een bezienswaardigheid kiezen. Als je datum en tijd toevoegt, worden deze ook weer uit de exif gegevens gehaald. Met een icoon kun je een pictogram van een bezienswaardigheid toevoegen. Hier kun je op verschillende manieren zoeken. Als dit van toepassing is, kun je snelheid toevoegen. Hier vul je deze in. Op dezelfde manier kun je dit met hoogte doen. Als je een item op een andere plaats wilt zetten in het album, kun je dit eenvoudig verslepen. In het album kun je via deze puntjes onder andere statistieken bekijken. En hier vind je ook een aantal instellingen. Tot zover deze hou toe over het maken van een digitaal fotoalbum met MyAlbum.